leuk dat jullie weer kijken. We gaan vandaag de Ibis-top van Katia haken. We haken eerst een lus op de naald. En dan maak je 8 lossen. 3, 4, 5, 6, 7, 8. En sluit hem met een halve vaste in de eerste losse. Trek hem een beetje aan, dan is de ring goed gesloten. Je legt het draadje langs je werk af en dan gaan we direct mee haken. Dus hoef je niet laten weg te werken. We haken 3 los als eerste stokje. Plus nog 23 stokjes erbij. Maakt in totaal 24 stokjes inclusief de 3 lossen. Zo, dus ik leg het draadje hier gelijk langs mijn werk. Dan heb je die gelijk mooi weggestopt. Dus dit is nummer 2. En het derde stokje. Het vierde stokje. Nummer 5. Nou, zo ga je door tot je in totaal 24 stokjes hebt. Dat is inclusief de 3 lossen, want die telt ook als een stokje. Zo, ik heb 24 stokjes gehaakt in de ring. En we gaan sluiten hier in de derde lus met een halve vaste. 1, 2 en nummer 3. Hier is die. Dus in het eerste stokje eigenlijk waarmee je bent begonnen. Met een halve vaste. Dan haak je eerst 3 lossen. Dat staat voor het stokje. Plus 3 lossen om de afstand te creëren. Dan sla je 2 steken over. 1, 2. En in de derde haak je een stokje. 3 lossen. En nog een stokje in diezelfde steek erbij. Nu 3 lossen. Heb je een V-steek, sla je 1, 2 steken over en in de derde haak je een stokje. 3 lossen. Sla je 1, 2 steken over en in de derde haak je een stokje. 3 lossen. En nog een stokje. Nou, dit blijf je dus herhalen. Dus 3 lossen om de afstand weer te creëren. En dan sla je weer 2 steken over. En in de derde haak je weer een stokje. Sla je weer 2 steken over, haak je 3 lossen. En dan maak je weer de V-steek. Dit haak je tot je weer terug bent bij het begin. En dan gaan we samen de toer weer sluiten. Ik ben rondgehaakt. Ik heb de laatste 3 lossen gemaakt. En dan gaan we sluiten in de derde losse waarmee je gestart bent. 1, 2, 3. Met een halve vaste. Voilà. Nu haak je 4 lossen. Staat voor een dubbel stokje. Plus 3 lossen. Draad 3 keer om de naald. En dan ga je terug naar de derde losse waarmee je gesloten bent. En dan maak je een 3 dubbel stokje. Dus je haalt 4 keer de 2 lussen. 2, 3 en nummer 4. Dus de eerste 3 lossen staat als een 3 dubbel stokje. Dan de lossen ertussen. En dan je dubbele stokje. Nu 2 lossen. Draad 3 keer om de draad. En dan ga je naar het V'tje hier. En dan haak je 5 3 dubbele stokjes in. Dus nummer 1. Sla je weer 3 keer om. Ga je terug in de V-steek. En dan haak je het volgende 3 dubbele stokje. Weer 3 keer omslaan, terug in de V-steek en weer een 3 dubbel stokje haken. Dus je slaat 3 keer om, je haalt je draad op en haal je 4 keer door 2 lussen heen. Dus dit is nummer 4. 3 keer omslaan, weer in de V-steek en weer 4 keer door 2 lussen halen. 3 en nummer 4. Nummer 5, 3 dubbele stokjes. Schrijf je een beetje op, want het is een kleine ruimte waar je in werkt. Haak je 3 lossen en herhaal je het weer. Dus je slaat weer 3 keer om. Ga terug in de V-steek en dan haak je weer 5 3 dubbele stokjes. Dus 4 keer door 2 lussen halen. 3 keer omslaan, terug in de V-steek en weer 1, 2, 3 en 4 keer door 2 lussen. Dit herhaal je tot je 5 de 3 dubbele stokjes in het V-steekje hebt. 3. Dit is nummer 4. En de laatste in deze V-steek is nummer 5. Nu hebben we een waaiertje gemaakt. 2 lossen.
draad drie keer omslaan en dan ga je naar het enkele stokje en daar haak je een driedubbele stok in. Drie lossen. Drie keer omslaan en weer in dezelfde stok een driedubbel stokje haken. Heb je een vergrote V-steek. Twee lossen. Drie keer omslaan. En dan ga je weer naar de V-steek en dan maak je 5 driedubbele stokjes. Drie lossen plus nog eens 5 driedubbele stokjes. Hier maak je weer een vergrote V-steek in. Dus driedubbel stokje, drie lossen en driedubbel stokje. En dat blijf je herhalen. We gaan hier samen de toer sluiten. Goed. Ik ben rondgehaakt, ik heb de laatste twee lossen gehaakt en we gaan sluiten in de vierde losse. 1, 2, 3, 4. Hier. Onder twee lussen door en sluiten met een halve vaste. Nu ga je een halve vaste in de ketting van 3 maken. 1, 2, 3, 4 lossen voor het driedubbele stokje. 3 lossen voor de afstand. En een driedubbel stokje in de V-steek. Dus weer door 2, door 2, door 2 en door 2. Dus 4 keer door 2. 3 lossen. Die gaan we naar de 5 driedubbele stokjes. En dan gaan we 5 driedubbele stokjes samen maken. Dus je slaat 3 keer om. Je gaat naar de eerste steek. En nu haal je maar 3 keer door 2 lussen. Dus 2 en nummer 3. Blijven er 2 lussen op de naald. 3 keer omslaan. Ga je naar de volgende. En dan maak je weer een driedubbel onafgemaakt stokje. Dus je haalt 3 keer door 2 lussen heen. 3 keer omslaan naar de volgende. Door 2, door 2 en door 2. Stoppen. 3 keer omslaan naar de volgende. Ophalen. Door 2, door 2 en door 2. Blijft er weer eentje op de naald hangen. Weer 3 keer omslaan en naar de 5e stok. En dan maak je weer 3 keer door 2 lussen heen. Nu heb je 1, 2, 3, 4, 5, 6 losse lussen op de naald. Sla je om en haal je 1 keer door. 3 lossen. Nu heb je dus 5 driedubbele stokjes samengehaakt. Nu ga je weer terug in de 3 lossen die je gehaakt hebt. En dan ga je hetzelfde doen als voorgaande toer. Dus 5 driedubbele stokjes, 3 lossen en 5 driedubbele stokjes in de ketting van 3. Het is een hele mond vol, maar het wordt prachtig. Hier is de eerste. 3 keer omslaan, terug in de ketting en 4 keer door 2 lossen halen. Omslaan en weer 4 keer door 2 lussen halen. Dus nummer 3. Beetje opschuivend werk. 3 keer omslaan, terug in de ketting en weer 4 keer door 2 lossen halen. Dus nummer 4. En nog 1 keertje maakt nummer 5. Ja, ik laat mijn draad vallen. Nu, 3 lossen. 1, 2, 3. En dan maak je weer 5 driedubbele stokjes in diezelfde ketting van 3. Dus je slaat draad 3 keer om en dan haal je 4 keer door 2 lussen. Weer draad 3 keer omslaan en weer door 4 keer 2 lossen halen. Draad 3 keer omslaan en weer door 4 keer door 2 lussen halen. En dat doe je 5 keer. Dit is nummer 4 en nummer 5. Nu haak je 3 lossen en dan gaan we weer 5 driedubbele stokjes samen haken. We hebben nu de hoek gecreëerd en hier gaan we de 5 driedubbele stokjes samen haken. Schuif het werk iets op, want daar komt je steek naar voren, altijd aan de rechterkant, want je haakt aan de goede kant van het werk. Je haalt 3 keer door 2 lussen heen in plaats van 4 keer. Sla je weer 3 keer om en dan haal je weer 3 keer door 2 lussen heen. Sla je weer 3 keer om en weer in de volgende en weer 3 keer door 2 lussen heen. 3 keer omslaan in de volgende, draad oppakken en 3 keer door 2 lussen halen. 3 keer omslaan en in de laatste 3 keer door 2 lussen halen. Dan heb je 6 lussen op de naald. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Draad omslaan en doorhalen. 3 lossen. Nu komen we op het herhaalpunt. In de V-steek haak je weer een driedubbele stok.
1, 2, 3 lossen. En nog een 3 dubbele stok in dezelfde V-steek van de voorgaande toer. Nu 3 lossen. En dan ga je weer beginnen zoals je net gedaan hebt. Dus je haakt eerst hier 5 3 dubbele stokjes samen. Dan haak je 3 lossen. En dan ga je terug in de ketting van 3 lossen. En daar maak je weer het waaiermotief van 5 3 dubbele stokjes. 3 lossen en 5 3 dubbele stokjes in dezelfde ketting van 3. Haak je 3 lossen en dan haak je weer 5 3 dubbele stokjes samen. Dan haak je weer 3 lossen en dan haak je weer een vergrote V-steek. Dus met een 3 dubbele stok, 3 lossen en 3 dubbele stok in de V-steek van de voorgaande toer. 3 lossen enzovoort. Dat haak je rond en dan gaan we samen de toer sluiten. Ik laat nog één keertje zien hoe je het samen haakt. Dus je haakt 3 keer door 2 lussen, sla je 3 keer om, ga je naar de volgende, pak je draad op en haak je weer 3 keer door 2 lussen. 3 keer omslaan in de volgende, 3 keer door 2 lossen. 3 keer omslaan in de volgende en 3 keer door 2 lussen. Nog één keertje, 3 keer omslaan in de volgende steek, 3 keer door 2 lussen halen, 6 lussen op de naald en doorhalen. 3 lossen en weer het vergrote waaiertje. Dus 5 3 dubbele stokjes in de ketting van 3. Dus nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. En nummer 4. Houd er rekening mee. Je kan altijd op slow motion klikken op het YouTube kanaal. Dat zal je onderin in de puntjes zien. Dan kan je de snelheid vertragen van de tutorial als dit te snel voor jou gaat. Eerst zijn de laatste 5 3 dubbele stokjes in de ketting. Dus nummer 1, nummer 2 en nummer 3. Hier komt nummer 4 en nummer 5. Dan zijn we de hoek om. Haak je eerst 3 lossen en dan haak je die 5 3 dubbele stokjes weer samen. Dus je haalt door 3 keer door 2 lussen heen, draad 3 keer omslaan naar de volgende en dan weer 3 keer door 2 lussen heen, draad 3 keer omslaan en weer 3 keer door 2 lussen heen, 3 keer omslaan en 3 keer door 2 lussen heen en de laatste 3 keer omslaan en 3 keer door 2 lussen halen. 6 lussen op de naald en doorhalen. 3 lossen. En hier hebben we de V-steek. Dus 1 3 dubbel stokje. 3 lossen. 3 dubbel stokje in dezelfde ketting van 3. Dus in die V-steek. Ja, verlies hier mijn draad. En 3 lossen. En dit is wat je gaat herhalen. Zo, ik ben rondgehaakt. Ik heb de laatste 3 lossen gehaakt en we gaan sluiten in de 4e lus. Oftewel de 3e lus vanaf links. 1, 2, 3. En de volgende is nummer 4 en daar sluit je met een halve vaste deze toer af. Zo, en dan gelijk een halve vaste in de ketting van 3. En 1, 2, 3, 4 lossen plus 1, 2, 3 lossen. Voor de afstand te creëren van de volgende toer. Van het V-steekje, sorry. 3 keer omslaan, in de V-steek weer een 3 dubbel stokje. 3 lossen. 3 keer omslaan. En nog een 3 dubbel stokje in dezelfde V-steek erbij haken. 3 lossen. 3 keer omslaan. En nog eentje in dezelfde V-steek erbij haken. Dus een 3 dubbel stokje erbij. Nu hebben we dit. Nu, 3 lossen. Gaan we weer een stukje herhaling doen. We gaan deze 5 weer samen haken, zoals we net ook gedaan hebben. Hier maken we de V-wire in en daarna weer 5 samen haken. En daarna gaan we hier weer de 4 stokjes gescheiden van 3 lossen haken, zoals hier. Dus 1, 2, lossen, 3, de lossen en nummer 4. Dat doe je dus hier in de V-steek. Dan ga je hier weer de 5 stokjes samenhaken.
enzovoort, enzovoort. We gaan beginnen. Drie lussen om de naald. Drie keer om de naald slaan, sorry. En drie keer door twee lussen halen. Drie keer om de naald, in nummer 2 insteken en drie keer door 2 lussen halen. Dus nummer 2. Drie keer omslaan, in de derde en drie keer door 2 lussen halen. Drie keer omslaan, in de vierde en drie keer door 2 lussen halen. Oh, ik ben mijn draadje verloren. Drie keer omslaan en drie keer door 2 lussen halen. 1, 2 en nummer 3. Omslaan en doorhalen door de 6 lussen. 3 lossen en 5 3 dubbele stokjes in de ketting van 3 haken. Dat is nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4 is dit. En nummer 5. Nu weer 3 lossen. 1, 2 en nummer 3. Even het werk iets opschuiven maakt het makkelijker om in te haken. Weer 5 keer een 3 dubbel stokje haken. In dezelfde ketting van 3 lossen van de voorgaande toer. Dit is nummer 2. 3 keer omslaan en 4 keer door 2 lussen halen. Dit is nummer 3. Nog een keertje. 3 keer omslaan, ophalen en 4 keer door 2 lussen halen. En nog een keertje. En we hebben er 5 gehaakt. Haak je 3 lossen. Schuif het werk op, want de werklus zit altijd aan de rechterkant van de steek. Als je aan de goede kant van je werk blijft haken. Nu haken we weer 5 3 dubbele stokjes samen. Dus 3 keer omslaan, draad ophalen en 3 keer door 2 lussen halen. En dat doe je 5 keer. En dan heb je nog 6 lussen op de naald. En de laatste. 6 lussen op de naald en in 1 keer doorhalen. 3 lossen. En nu gaan we naar de V-steek en daar haken wij een 3 dubbel stokje in. 3 lossen. 2 en nummer 3. Nog een 3 dubbel stokje. En dat herhaal je nog 2 keer. Dus nog 3 lossen. Een 3 dubbel stokje. Oh, ik had het mis. 1. 2 en nummer 3 en nummer 4. En de laatste is 3 lossen en een 3 dubbel stokje in dezelfde V-steek. En dan hebben we weer 4 stokjes gescheiden van 3 lossen. Dan weer 3 lossen en dan ga je het werk weer herhalen. Dus je start weer met 5 3 dubbele stokjes samen. 5 3 dubbele stokjes met 3 lossen en nog een keer 5 3 dubbele stokjes. En dan 5 3 dubbele stokjes samen haken en dan maak je het waaiermotief, het open waaiermotief in de V-steek en dat haakje rond. En we gaan samen de toer weer sluiten. Ik ben rondgehaakt en we gaan samen de toer sluiten in de vierde lus van het begin. Dus 1, 2, 3 en nummer 4. Hier sluiten we met een halve vaste. Nu ga je volgens het patroon alle motieven haken wat voor jou nodig is, voor jouw maat. Jullie weten van mij dat ik een hekel heb om iets met naald en draad in elkaar te gaan zetten. Dus we gaan het gelijk even doen op mijn manier. Dus we gaan 1 wieber, 1 motief hebben we nu klaar. En we gaan nu gelijk al hakend het volgende motief aanhaken. Ik heb al een stuk gehaakt. Het maakt niet uit waar je in het patroon begint. Er staat een compleet uitgelegd diagram bij van hoe je en waar je de motieven moet plaatsen voor welke maat. Dus ik ga je nu gewoon laten zien hoe we het in 1 keer vasthaken met de laatste toer. Nou, hier heb ik mijn deel alvast klaar. Ik heb 4 wiebers wijd. Hier is het hoofdgat. Hier is de buitenste delen van de mouwen. En we gaan nu hier 1 motief gelijk aanhechten met de laatste toer. Dus geen naald en draad nodig, we gaan hem direct in elkaar haken. Ik leg deze even zo. Als het goed is heb je al een wieber, tenminste ik noem het altijd een wieber, maar een motief gehaakt tot op de laatste toer. In 1 hoek stop je, want we moeten in totaal 1, 2 en 3 hoeken samen maken. Ik steek nu mijn naald door de 3 lossen van de wieber die al vast zit aan het kledingstuk en leg een lus op mijn naald en die haal ik door.
En nu ga ik nog 1 losse haken. 1. En nummer 2 lossen. En nu ga je door in deze steek. We gaan nu... Ik heb nu 3 keer omgeslagen en we gaan terug in de losse ruimte van de wieber die, van de motieven die we zojuist aangehecht hebben. Ja, door en door tot je geen 1 lus op de naald hebt. Even laten vieren aan het draadje. En nu pak je de eerste steek die je tegenkomt van het motief wat al vastgehaakt is. Dus hier. Dus de eerste steek. En daar trek je het draadje door. Dus de lus trek je door. Zorg ervoor dat je draad niet, het lusje niet te veel is aan het vieren, want het moet wel strak blijven. En nu haak je weer een 3 dubbel stokje in het motief wat je nog moet afmaken. Hier, weer een beetje laten vieren. Dan ga je naar de tweede stok. Dus dat is voor jou in dit geval het losse motief wat je los had liggen. Pak je weer een lus op je naald en die haal je door de lus heen, dus door de steek heen. En dan maak je weer een 3 dubbel stokje in het motief wat je nog af moet maken. Draad weer laten vieren en degene de volgende stok, de 3 dubbel stok van het motief wat je al klaar had. En dan haal je de lus weer op. 3 keer omslaan, weer terug in de steek, maak je 3 dubbele stokje. Haal je draadje weer een beetje op. Pak je naald en steek je door de volgende steek van het motief wat je klaar hebt. En leg je de lus op de naald en die haal je door. En dan ga je door tot je 5 stuks hebt. En dan zul je zien dat die 5 driedubbele stokjes gelijk vastzitten aan de 5 driedubbele stokjes van het motief wat je al af hebt. Hier is de volgende. Nu. Deze is klaar. Nu moeten we 3 lussen gaan haken. We gaan eerst 1, 2... 3 losse haken. Dan gaan we eerst nu. Hier is het motief waar we hem vast moeten maken. Maar ja, dat is maar 1 steek. Dus wat we gaan doen is hier de lus doorhalen. En dan ga je terug naar je motief wat je af moet maken. En dan maak je hier nu eerst de 5 3 dubbele stokjes samen. Dus ik heb 3 keer omgeslagen. Dan haal je dus 3 keer door 2 lussen. 3 keer omslaan en naar de volgende. Weer een 3 dubbele stok onafgemaakt. Dus 3 keer door 2 lussen halen. Dat zit nu in principe al vast, hè, aan het motief wat al af is. Doordat je na die 3 lossen al de lus door hebt gehaald. Boven het 5 3 dubbele stokjes samengehaakte motief van het afgemaakte motief. Nou, 6 lussen op de naald. Door, omslaan en doorhalen. Nu weer 3 lossen. 1, 2, 3. Nu ga je naar het groepje van 4 driedubbele stokjes. Hier zijn ze. Daar bovenop gaan we doorheen steken. Dus we gaan eerst de naald in de eerste driedubbele stok steken. Pak je lus op de naald en dan haal je hem door. Nu gaan we naar de V-steek en daar maken wij de eerste driedubbele stok in. Dus nummer 1. Je gaat nu eerst 3 losse haken. Dan haal je je naald eruit en dan steek je hem in de tweede stok van de 4 van het motief wat af is. En leg je lus op de naald en die haal je door. Dan weer 3 lossen. Een 3 dubbele stok in de V-steek. 1, 2, 3 en nummer 4. 3 lossen. Even ophalen, naald eruit en dan ga je naar de derde. Steken weer boven doorheen, van voor naar achter door. Lus op de naald en doorhalen. En een 3 dubbele stok in de V-steek van het motief dat je nog af moet maken. Hier dus. Zo. En dan weer 3 lossen. Naald uithalen en naar de 4e 3 dubbele stok van de voorgaande, van het wiebertje wat, het motiefje wat al af is. En doorhalen. En dan maak je de laatste 3 dubbele stok in de V-steek van het motief wat je nog af moet maken. Nu om de overbrugging weer te maken, maak je weer 3 lossen. Hè? Want we moeten daarheen naar de 3 dubbele stokjes samengehaakt. Daar gaan we dus eerst heen van het motief wat af is. Hier is die. En hier steken wij hem door. Lus op de naald en
doorhalen. En nu ga je de 5 driedubbele stokjes samenhaken van het motief wat je nog af moet maken. Dus 5 keer, 3 keer door 2 lussen halen. Dat is nummer 1. En nummer 2. Dus wat je eigenlijk doet is je motief afmaken en met elke stok het werk met de stok van het motief wat er af is, het samenhechten. Door de naald eruit te halen en door het motief heen te steken waar je bent en draad op de naald en doorhalen. Ik heb ze klaar. Ik ga ze doorhalen. 3 lossen. En nu komen we aan bij de 5 stokjes. Dus we gaan eerst naar de eerste stok hier. Daar steken we de naald van voor naar achter door. Pakken de lus op en haal je hem op. En nu gaan we terug naar het motief wat je af moet maken. En dan gaan we een driedubbele stok inhaken. Zo, dus de eerste stok hier is nu vastgehecht aan de eerste stok. Dus terwijl de vijfde stok van het motief wat je al af hebt. Want je gaat tegenstelde richting. En dan gaan we eigenlijk naar nummer 4 in de rij. Want je telt van midden naar buiten. Want je gaat van rechts naar links haken. En dan ga je weer de volgende haken in je motief waar je mee bezig bent. Dus nummer 2, die zit ook vast. Dan gaan we naar de derde. Lus op de naald en doorhalen. En haak je de derde driedubbele stok in het motief wat je nog af moet maken. Nou, dat doe je dus 5 keer. Dat is nummer 4 wat we samen gaan haken. En hier is het vierde driedubbele stokje in het motief wat je nog af moet maken. En dan moet er nog eentje doen. Dus gaan we eerst de lus doorhalen op het motief wat er af is. Voilà. 3 keer omslaan en het vijfde driedubbele stokje in het motief wat je nog af moet maken. Hier is die. Bijna. Nou. Zo. Nu zijn we aangekomen in de hoek. En of je nou 2 motieven hebt, 3 motieven of 1 motief. We moeten in de ketting van 3 lossen zijn. Ik heb hier het motiefje en hier het motiefje en daar een motiefje. En we gaan proberen, als je ze samen hebt gehaakt, altijd de linker pakken. Als je dat elke keer doet bij alle motieven, krijg je een mooi geheel. Ik heb 2 lossen gehaakt. Hier is mijn linker motief. Zeg de draad op de naald en haal hem op. En maak ik weer met 2 lossen. En nu ga je terug naar het motief. Ik ga even iets draaien. En we gaan nu verder aan deze kant. Tot en met daar. Dus dat is de eerste 3 losse ruimte tussen de 2 motieven in. Tot daar gaan we dit motief vastmaken. Als je nu dus geen motief hebt, haak je nu dus gewoon je toer af zoals je normaal zou doen. Dus ik ga weer 5 driedubbele stokjes haken, maar ik ga ze allemaal vasthechten. Hier is mijn eerste. Het maakt niet uit of je eerst door het stokje haalt of eerst het stokje haakt. De ene keer doe ik het de ene keer, de andere keer doe ik het op een andere manier. Het maakt niet uit zolang je het ene stokje maar tegenover het andere stokje is vastgehaakt. Hier is de volgende. Dus ik heb dus het tweede stokje gehaakt en haal ik de tweede lus door. Dus dat maakt in principe niet uit. Dus als je eerst zegt van ik ga eerst de lus doorhalen, daarna mijn patroon haken. Of je zegt van ik ga eerst mijn patroon haken en dan steken door de volgende lus. Als je maar oplet dat je altijd het stokje tegenover het juiste stokje vasthecht. Nou, ik moet er hier dus 5 inhaken. Dus je blijft wel het patroon volgen zoals het aangegeven is. Maar of je nou voorhand in doorheen haalt of nadien doorheen haalt, dat maakt niet uit. Zolang ze maar recht tegenover elkaar zitten. Zo. Hier is mijn laatste. Nou, heb ik de 5 hier. Nu moet ik eerst 3 lossen gaan haken. Die zitten recht daar tegenover. 1, 2 en 3. Nou, zal ik even op de oude manier doen. Hier is mijn 5 driedubbele stokjes samengehaakt. Dan steek je hier bovenin, steek je de naald door van voor naar achter. Leg je de lus op de naald en haal je hem door. En nu ga je 5 driedubbele stokjes samenhaken. Dat maak je eerst volledig af en daarna hecht je hem vast aan het werk
met de volgende steek wat je moet doen. Maar alleen aan elkaar hechten als je 3 dubbele stokjes moet haken. Dus niet met een ketting van lossen. Dat is te veel stoeien en wordt te rommelig. Hier is nummer 3. En dit is nummer 4. En nummer 5. En we hebben 6 lussen op de naald. En doorhalen. Nou, nu 3 lossen. En dan ga je naar die eerste stok van de 4 van de motief wat er klaar is. En dan steek je naald hier onder door. Daar. Naald, lus op de naald en doorhalen. En dan ga je terug naar de 3 dubbele V-steek. En daar haak je een 3 dubbel stokje in. 3 lossen. En dan ga je naar de tweede 3 dubbele stok van je werk van de 4. En daar steek je naald van voor tot achter door. Lus op de naald en doorhalen. En de volgende 3 dubbele stok in het werk. Dan 3 lossen. 1, 2, 3. En naar de derde in de rij van het motief wat al af is. Doorsteken voor en achter. Lus op de naald. En doorhalen. Ik zit ernaast, zie ik. Nu weer 3 keer omslaan. Terug naar de V-steek van het motief wat je nog af moet maken. En dan maak je een 3 dubbel stokje in. Dan 3 lossen. En de vierde is hier. Lus op de naald en doorhalen. En je 3 dubbele stok in de V-steek haken. En zo heb je hier ook 4 3 dubbele stokjes gescheiden met 3 lossen. Dan zijn we bijna in de hoek aangekomen. Nu gaan we... Hier zijn we begonnen. Zie je mooi in elkaar. Mooi de rek mee. En dat is het voordeel als je de kettingjes niet aan elkaar haakt. Nu gaan we hier de laatste hoek aan elkaar maken. We gaan eerst 3 lossen haken. Dan ga je naar de 5 samengehaakte stokjes van de motief die al af is. Daar steek je je naald door bovenin. Lus op de naald. Doorhalen. En nu ga je terug naar de motief waar je mee bezig bent en daar haak je de 5 3 dubbele stokjes eerst samen. Dit is nummer 1. 3 keer omslaan naar de tweede. 3 keer omslaan naar de derde. 3 keer omslaan naar de vierde en 3 keer doorhalen. 3 keer omslaan en naar de 5e. 3 keer doorhalen. 6 lussen op de naald. 2, 4, 6. Omslaan en doorhalen. En 3 lossen. 1, 2 en nummer 3. Dus ophalen. Ik zit verkeerd. Dan gaan we eerst naar de stokjes. 5 stokjes. 5 3 dubbele stokjes van het motief het af is. En dan haal je door de eerste je lus door. Dan ga je naar de ketting van 3 lossen, dus het hoekje. En dan maak je eerste 3 dubbele V's, 3 dubbele stok. Lus ophalen naar de tweede van het motief wat al af is. Lus op de naald en doorhalen. En dan maak je het tweede 3 dubbele stokje in de 3 losse ketting van het motief wat je nog af moet maken. Hier is nummer 2. Lus ophalen. Naald. In de derde 3 dubbele stok van de motief wat al af is. Hier. Lus op de naald. Doorhalen. 3 keer omslaan. Terug naar de 3 ketting. 3 losse ketting. En dan haak je weer een 3 dubbele stokje. Lus ophalen. Naar de volgende. Naald doorsteken. Lus op de naald. En doorhalen. En weer een 3 dubbele stokje in de motief wat je nog af moet maken. Lus ophalen. En naar de volgende. Naald doorsteken, lus op de naald en doorhalen en weer een 3 dubbel stokje in de hoek. Zo. We zijn in de hoek, dus we maken nu 2 lossen. En dan gaan we mooi de hoek opzoeken. En steek je naald hier door, dus ook weer de linker, oftewel de bovenste in dit geval, want ik heb het werk gedraaid.
goed even aantrekken die lus en je twee lossen maken. En nu maak je de toer af zoals je de eerste losse motief ook gehaakt hebt. Dus we hebben nu twee kanten vastgehaakt aan het motief wat we nog af moeten maken. Dit kan dus ook zijn dat je maar één kant vast moet maken. Zo kun je dus alle motieven aan elkaar maken. In het patroon zelf zie je een opbouw van hoe je het per maat moet doen. En dan maakt het niet uit of je het midden begint, bovenaan, onderaan, aan de mouwen of aan de nekrand. Daar is geen verschil in. Als je het op deze manier doet, heb je alles in één keer samen. En het scheelt je een hele hoop naaiwerk achteraf. Goed, je kunt nu dus de toer afmaken zoals wij in het begin hebben laten zien. En dan kun je starten aan het volgende motief. En zo ga je alles aan elkaar hechten. En dan gaan wij samen de afwerking doen. Zo, ik ben zo goed als klaar met het motief. Ik haal hem even door. Drie lossen. En dan zoek je vierde lossen op. En dan sluit je in met een halve vaste. En dan hecht je draad af. Hier sluiten. Goed, ik ben al zo ver. We hebben nu dus één motief aangehecht. Van hier tot hier is mijn body. Dit is de mouw en dit is de nek. 1, 2, 3, 4 stuks haal je uit één bol. Ik ga nu deze twee aanhechten hier. En dit is de body. Dus je zit van hier tot hier. Ga je straks dichtmaken. Dit blijft open. En dan heb je gelijk de mouw aangehecht. Nou, ik ga samen met jullie de afwerking maken zoals ook geschreven is het patroon. Je maakt een lus op de naald. Ik zal later de trui verder afmaken. Je zoekt ergens een mooie plek waar je kan aanhechten en je gaat eigenlijk in elke steek die je tegenkomt ga je hem vasthaken. Dus of het nou een losse betreft of dat het een driedubbel stokje betreft, elke steek is een steek. Ik hecht mijn draad aan in een van de vier hoeken. Ik maak een vaste. Hier. En ik haak hier twee vaste in de hoek. Want we hebben twee vaste en met één vaste hebben we de twee hoeken samengehecht. En gaan we over de stokjes heen ieders één vaste maken. En dus dat zijn vijf vaste over de vijf driedubbele stokjes. Dus nummer 3, dus nummer 4 en nummer 5. Dan komen we aan bij de ketting van 3 lossen. En dan maak je dus 3 vaste omheen. 2 en nummer 3. En dan hebben we dus een groepje van 5 driedubbele stokjes samengehecht. Maak je eentje bovenop. En de ketting van 3 lossen maak je 3 vaste bovenop. Dan de driedubbele stok en vaste bovenop. De ketting van 3 lossen maak je 3 vaste omheen. Als je erin wil steken in de ketting mag ook, maar voor het gemak doe ik het eromheen. Als je dan draadjes hebt, kan je die mooi gelijk wegwerken. Dus of het nou een ketting van 3 lossen is of dat het nou een driedubbele stok is, 1 vaste per steek. Nou, zo haak je rond tot je weer terug bent in de hoek en dan sluit je de toer af met een halve vaste in de eerste vaste die je gehaakt hebt in de hoek. Werk je draadje weg en dan is de halslijn klaar. Je kan er nog voor kiezen om nog een randje om te haken. Je hebt als het goed is garen over. Ik haak dit rond en dan zie je me dadelijk weer terug en dan gaan we de rest van de afwerking doen. Dus ik ga even snel het topje afhaken en dan kunnen jullie straks meekijken voor de afwerking. Ik ben rondgehaakt en hier is de eerste vaste. Ik heb de laatste twee vaste in de hoek gehaakt van de voorgaande wieber. En we gaan sluiten in de eerste vaste die ik gehaakt heb. Oftewel in die eerste opgehaalde losse. Met een halve vaste. Wat ik altijd doe is op de Doris manier afhechten. Dus twee lossen. Let goed op. Draadje afknippen. Doorhalen. Goed aantrekken. En die twee lussen opschuiven richting je werk. Lieve volgers, dit laat niet meer los. Nou kan je gewoon draadje wegsteken, twee of drie keer.
Excuses voor de pleister. Ik weet dat het er niet zo heel erg fijn uitziet, maar ik heb mij enorm gesneden in mijn vinger. Dus beter even wat eromheen dan dat straks alles onder het bloed zit. Eens de volgende. Ik steek gewoon hier en daar wat door onder twee lussen. Het is op zich niet heel erg belangrijk dat het goed vast zit, want die twee lossen en het werk opschuiven wat je net gedaan hebt, zit zo muurvast dat als je nu een fout hebt gemaakt en je zou moeten uithalen, moet je de knoop eruit knippen. Nou, hier is het draadje weggewerkt en één keer klaar. Jongens, alsjeblieft hecht gelijk je draad af en werk het weg op het moment dat je bezig bent met dat motief. Het scheelt je zo enorm veel werk. Nou, zo werk hem dus af. Hier is een mooie rand. Dat doe je langs de mouwtjes. En je zou ervoor kunnen kiezen om het ook nog langs de onderkant van het boord te haken van deze top. Ik heb het wel gedaan, want ik vind het fijn dat het niet verder gaat uitlubberen. Deze rand rond de mouwen en aan de onderkant. En ik wens jullie heel veel haakplezier en graag tot de volgende keer.